Nog 50 meter. En de start is gevallen, paarden onderweg. En kijk eens even hoe goed die beginnende paarden zich redden. Het is aan de binnenzijde onze Rinus de Lange. In het tweede spoor daarnaast komt Owen Zwageman. Een beetje ruime bocht was er voor niks mis mee Amis. Maar die redt zich ook prima. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de overkant van de baan. En is het uw favoriet die hier het heft in handen heeft genomen? Paard nummer 2, onze Rinus de Lange. Daarachter wil Frans van der Blonk graag naar de reling. Lukt nu ook met zijn nummer 4, Owen Zwageman. En aan de buitenzijde volgt er dan gelijk een aan. En gelukkig heb ik Thomas Bos bij me. Help me eens even, Thomas. Bas Krebas met Luger. En die komt aan de buitenzijde al vroeg druk zetten op die koploper. En dat is paard nummer 2, onze Rinus de Lange. Onze Rinus de Lange, Luger aan de buitenzijde. Luger aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde dan die Owen Zwageman. Dat zijn de voorste drie. Aan de binnenzijde daarachter het nummer 1 van Noonet. Die wordt gereden door Giel Wildhagen. Met Luciano JP in een prachtige positie. Wordt gevolgd door onze Cavallo in het tweede spoor. Daarachter hebben we dan niks mis. En aan de buitenzijde daarnaast is het Knut. Dat, dames en heren, is de volgorde als de deelnemers dan weer door de Green Art Production bocht gaan. Met nog altijd aan kop van het veld onze Rinus de Lange. Paard nummer 2, Jeffrey Miras, deelt volgens nog de lakens uit. Maar krijgt wel Luger op zijn dak en dat valt niet mee. En aan de binnenzijde Owen Zwageman en Knut. Die wordt nu losgelaten in de start van het veld en die komt drie dik naar voren. En die overvleugelt op dit moment het hele veld en strijkt neer op de vierde plaats. En kan daar zo dadelijk op die rug van Bas Krebas nog heel eventjes op zoek gaan naar een tweede adem voor later in de wedstrijd. Paarden komen 2-2 op weg naar de rechte lijn en vier paarden die lijken zich op dit moment wat los te maken van het peloton, waarbij aan de buitenzijde Luger langzaam maar zeker de druk opvoert bij de koploper, onze Rinus de Lange, en daarachter Knut van de benen gaat. Knut maakt een galopade, valt terug naar de laatste gelederen, zet opnieuw aan, maar vooraan is het een serieuze aanval van Knut, die met de oortjes erop daar toch die koploper aanvalt, en deze twee paarden nemen nu twee lengte voorsprong op Owen Zwageman, die op zijn beurt weer twee lengte voorsprong heeft. Op aan de buitenzijde Luciano JP. Maar het lijkt op dit moment tussen twee paarden te gaan. Onze Rinus de Lange aan de binnenkant en de dappere Luger aan de buitenzijde. En samen lopen ze de straat in en onze Cavallo, die komt vanuit de start van het veld naar voren. Lijkt geboekt voor de derde plaats. En vanuit het achterveld komt ook niks mis mee Amis. Paarden zijn halverwege de laatste bochten en hij heeft die aanval kunnen pareren. Aan de binnenzijde onze Rinus de Lange. Luger aan de buitenzijde. Zet nog maar een keer aan. Weet dat hij het in de bochten kan doen. In de bochten is hij sterker. En zo komen ze dan in de laatste rechte lijn. Maar die Miras houdt er een voorbeen tussen. Kan hij dan nog counteren? Nee hoor. Het is de kracht van Luger aan de buitenzijde. Die neemt nu de overhand en wint het hier eigenlijk nog gemakkelijk. Alles buitenom. De oortjes nog kaarsrecht op de finish. Heerlijk paard. Luger, tweede wordt dan onze Rinus de Lange. Goeie derde is onze Cavallo. En op de vierde plaats eindigt niks mis mee Amis. En daar was zeker niets mis mee. En Luger is een driejarige bruinruin van Olblak du Bocage uit Credence. Gefokt in Frankrijk en eigendom van Stal PD, trainer en rijder Bas Krebas. Met een mooie prestatie, alle foto's worden gemaakt met Peter Delis, die enkele familieleden vandaag heeft meegenomen. Alle Alkmaar Zieter Verena. Bas, gefeliciteerd. Wat een krachtpatser. Ja, dit is best maar. Ik denk misschien wel dat dit mijn beste drie jaar is die ik op stal heb. Hij verbetert zo hard. Die mensen brachten hem al, of wij kochten hem daar, was hij al in goede conditie. Hij verbetert nog steeds. Nee, maar hij kent dus niet bandenstaart, hè? Dat zag je bij Emmeloord. Oh, oh, oh. Gelukkig kon hij wel ken die autostaart. En ik denk dat hij misschien de volgende keer in Angers loopt. Even andere tegenstand, maar ik ga het wel proberen. Omdat hij bijna geen autostaart heeft in Frankrijk. En anders komen we hier weer. Super Bas, hoe ben je dit paard op het spoor gekomen? Nou, we doen natuurlijk veel zaken met die mensen. Mauni, Jeroen Veenstra heeft die mensen ooit ontdekt. En we kopen de geregeld paarden, Juno Day en Lars Das komt er weg, Lee Major komt er weg. Ja, wel veel succes met die mensen. Bas, ga voorrijden. Gefeliciteerd. Mooie overwinning van Luger hier in de Maasland Vleeswarenprijs. En Luger zit nog vol dadendrang. En dames en heren, geef ze een groot applaus. Ze zijn de eerste wandelaars van vandaag. Luger en Bas Krebas. Ja.